is.
Dames en heren, geachte aanwezigen, van harte welkom op de Kleveringa-lezing van het comité Kleveringa Den Haag. Het verheugt me bijzonder dat u de moeite hebt genomen om ondanks alles en zeker ook de actuele omstandigheden hier op de Turfmarkt toch de moeite hebt willen nemen om naar deze lezingen te komen. We hebben vandaag in ons midden professor Stolker, emeritus rector van deze universiteit, en Suzanne Bloks, student tussen haakjes spreker, die ons gaan meenemen in een interessante, hopelijk interessante lezing voor u. Het is mijn gewoonte om aan te geven dat ik een inleiding houd op het onderwerp. Het is een herdenkingscultus ter nagedachtenis van het optreden van Kleveringa 26 november 1940. En daar is heel veel over geschreven, er is heel veel over bekend. En ik heb hier voor mij een op schrift gestelde oratie, Kleveringa-oratie, zoals die ook vandaag in Leiden heeft plaatsgevonden, van professor Marjan Schwekman. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Ik citeer een paar stukken tekst uit die oratie. Dus ik haal het een beetje uit de context, u vergeeft mij, maar ik moet eigenlijk eventjes de hele oratie lezen. Maar het gaat over collegialiteit. Het eenvoudigste antwoord op de vraag waarom Meijers in de eerste plaats als geleerde voortleeft in de herinnering, is dat de universiteit op deze wijze recht wil doen aan wat zij verstaat onder academische collegialiteit. In dit type collegialiteit wordt geen verschil gemaakt naar sekse, klasse, geloof, politieke overtuiging of etniciteit. Meijers deelde deze opvatting. Joods betekende voor hem niet meer dan een toevallige afkomst. Dat hij behoorde tot het befaamde, uit 5 hoogleraren bestaande wandelclubje De Beentjes, is slechts één van de tekenen dat hij op een vanzelfsprekende manier deel was van de gemeenschap van Leidse hoogleraren. Deze collegialiteit is de inzet van Kleveringa's reden. Meijers wordt in die reden immers opgeroepen als collega. Door dat te doen en door geen enkele maal de aanduiding Joods of Jood te gebruiken, keerde Kleveringa de maatregel van de bezetter om in zijn tegendeel. Vernedering werd laudatio. Joodse afkomst bleef irrelevant, wat de bezetter ook deed. Kleveringa claimt de vrijheid vast te houden aan die ongedifferentieerde verbeelding van de Leidse academische gemeenschap. Einde citaat. Dat is dit boekje. U kunt overigens alle oraties, worden allemaal, dus traditie in Leiden, op schrift gesteld. En als u daar interesse in heeft, dan kunt u die nabestellen. Deze lezing staat ook in het teken van het LUF. En we gaan als opwarmer voor deze avond even naar een filmpje kijken van het LUF. Dat doen we traditiegetrouw. Hartelijk welkom bij deze Kleveringa-bijeenkomst. In november staan we elk jaar opnieuw stil bij de moedige protestreden van professor Rudolf Kleveringa. Vandaag, ruim 80 jaar later, sta ik hier op Campus Den Haag, waar studenten en onderzoekers hun ambities in alle vrijheid kunnen nastreven. De universiteit gedijt op alle fronten met het academiegebouw als kloppend hart. In datzelfde gebouw waar professor Kleveringa zijn reden hield, staat Annetje Otto op u te wachten in het zweetkamertje. Hier staat hij dan, mijn handtekening, tussen al deze handtekeningen in het historische zweetkamertje van onze prachtige universiteit. Ja, en al deze handtekeningen doet mij aan u denken, u als alumnus van deze universiteit, zo betrokken bij alles wat hier gebeurt. En op allerlei manieren draagt u bij. Bij loopbaanadviezen, zorgen voor stages, lesgeven en natuurlijk als schenker. Wij zien dat uw steun in de praktijk steeds belangrijker wordt. Dankzij uw betrokkenheid en steun
kunnen jonge onderzoekers met een hart voor de wetenschap hun innovatieve projecten gefinancierd krijgen. En dat maakt voor ons het verschil. Ik doe onderzoek naar een hele nare bijwerking van medicijnen die gebruikt worden om allerhande ontstekingsziekten zoals reuma te behandelen. En die gebruikt worden na orgaantransplantaties om afstoting te voorkomen. En die medicijnen, dat zijn synthetische hormonen, ofwel glucocorticoïden, die zijn essentieel voor de behandeling van die ziekte. Maar ze leiden vaak tot ernstige botontkalking en daarmee tot breuken. Ik heb met mijn onderzoeksgroep ontdekt dat het verstorende effect van deze synthetische hormonen op het dag-nachtritme van het lichaams eigen hormoon cortisol een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van die botontkalking. En met de subsidie die ik van het LUF heb mogen ontvangen gaan we onderzoeken hoe we dat dag-nachtritme kunnen herstellen met het doel om dan die botontkalking en daarmee breuken te voorkomen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we die enorme groep patiënten die afhankelijk is van deze medicijnen, die pijn en die ziektelast kunnen besparen. Dagelijks horen we op het nieuws informatie over bosbranden, klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit. Dit zijn grote mondiale vraagstukken. Nou, dat zijn nou precies de vragen die ook mijn studenten stellen. Wat kunnen we zelf doen? En samen met mijn collega Paul Behrens zijn we daarom begonnen met het concept Global Challenges, maar Local Actions. En dit is een plek waar mijn studenten naar buiten gaan en kijken wat voor biodiversiteit is er eigenlijk om ons heen. We staan hier midden in de stad, maar toch is er allerlei groen, zijn de dieren, zijn de planten. Wat vind je hier? En wat is het belang van die biodiversiteit? Hoe linken we dat dan aan een vak zoals bestuurskunde? Daar kunnen we over wet en regelgeving praten. Economie, circulaire economie. Wat betekent dat dat wij in Europa ons plastic dumpen in Turkije? Is daar regelgeving voor nodig? Dan komen we met rechtenstudies. Dus we proberen juist dit soort vraagstukken in een breder kader te plaatsen. En niet alleen vanuit die milieuhoek. Dankzij het LUF kunnen we dit principe nu gaan opschalen. Wat we willen gaan doen is lespakketten ontwikkelen, waardoor docenten over de hele wereld dit soort principes kunnen gaan toepassen in hun eigen vakgebied. U ziet het. Met steun van alumni en andere schenkers werken onderzoekers van Universiteit Leiden aan impactvolle projecten. Zoals Lisbeth Winter en Thijs Bosker op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Maar ook op andere vlakken wordt er door gedreven wetenschappers gezocht naar oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Namens de Universiteit Leiden en het LUF wens ik u een inspirerende Cleveringa-bijeenkomst. Dank u wel. Dat was het filmpje van het LUF. Dat doen we niet voor niets. Als alumni steunen we natuurlijk het LUF. Dat wordt ons meegenomen als we afstuderen. En dat is eigenlijk een lifelong commitment. Over tot de lezingen. Het is me bijzonder eer en genoegen om te kunnen introduceren aan u student, de zaakjespreker Suzanne Bloks. Suzanne heeft van het LUF een scriptieprijs gekregen, niet zo heel lang geleden. Suzanne heeft, ik geloof, wiskunde, rechten en filosofie gestudeerd. Dat is niet voor iedereen weggelegd. We hebben de traditie om voorafgaand aan het spreken van hoogleraar ook een student tussen haakjes te laten spreken. Dus niet zo heel lang geleden dat je student was. En nu ben je eigenlijk PhD-student. Dat noem je ook zo. Hè? Van harte welkom. Jij gaat ons meenemen op een interessante lezing. En daarna is er op, en dat moet ik even vermelden,
op de website, moet ik even goed kijken, Kleveringa Den Haag, jointlife.tv. Daar kunt u zich opgeven en daar kunt u meedoen aan de chat. Wij zien dan uw vragen binnenkomen. U kunt als publiek thuis ook stemmen op de vragen. En dan zien wij vanzelf welke vragen u het belangrijkst vindt. En die zullen we gaan proberen ook online met u te antwoorden. Suzanne, mag ik jou het woord geven? Bedankt. Ik zal hem even terug doen naar de eerste slide. Kijken. Ja, dat gaat zo. Bedankt voor het woord, ja. Het is voor mij een hele eer om voor jullie te mogen spreken. En om het voorprogramma te mogen vormen van professor Karel Stolker. Terwijl jullie natuurlijk in spanning wachten op zijn lezing over de academische vrijheid, zou ik jullie graag mee willen nemen in mijn PhD-onderzoek. Aan de Universiteit van Hamburg doe ik onderzoek naar de vraag wie er beslist en wie er zou mogen beslissen in onze maatschappij. Daarbij gebruik ik politieke filosofie en theoretische economie. Door jullie mee te nemen in mijn onderzoek wil ik graag met jullie kritisch reflecteren op de protestreden van Kleveringa en op met name één zin uit zijn reden. Die hebben jullie net al gezien op de slide. Hier staat hij. In deze zin, waarin Kleveringa over het gedwongen ontslag van professor Meijers zegt, Kleveringa het volgende over het gedwongen ontslag. Het is deze Nederlander, deze nobele en ware zoon van ons volk, deze mens, deze studentvader, deze geleerde diende vreemdeling, welke ons thans vijandiglijk overheerst, ontheft van zijn functie. Deze Nederlander. Wat bedoelde Kleveringa met die woorden? Meijers was inderdaad een burger van het Nederlandse volk. Maar waarschijnlijk is dat niet wat Kleveringa bedoelde. Als Meijers naast het ambt van professor ook het burgerschap was ontzegd, dan had Kleveringa Meijers waarschijnlijk niet minder Nederlander gevonden. Dus wie is de Nederlander? Op 24 september deed Maxima bij de presentatie van een rapport over identiteit van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid de alombekende uitspraak: de Nederlander bestaat niet. Ik wil graag met jullie kijken naar een kort filmpje waarin een aantal bekende schrijvers en academici reageren op deze uitspraak. Dit is een verkorte compilatie van een YouTube-serie van Bart de Pauw. Bart de Pauw is Neerlandicus en hij maakt een serie over Nederlandse gebruiken en gewoonten. Die vaak hele grappige commentaren geven over ja, wat nou echt Nederlands is. Hier komt het filmpje. Ja, en toen was in één keer Nederland te klein. Want het was niet de bedoeling dat Maxima een oordeel zou geven, als toch een vrouw die uit het buitenland komt, over Nederlanders, over ons Nederlanders. Ik denk dat Maxima daar gelijk in heeft, dat de Nederlander niet bestaat. Maar het zou ook kunnen dat ze inmiddels zo goed geïntegreerd was dat zij de Nederlander niet langer waar kon nemen. Kunnen we niet uitsluiten. Iedereen was diep verontwaardigd over die uitspraak, maar het gekke is dat de diep verontwaardigden, dat die nooit duidelijk hebben gemaakt wat de Nederlander dan eigenlijk precies was. Maar ze had natuurlijk volkomen gelijk. Wat zij wilde aangeven, naar mijn idee, is juist de diversiteit van onze samenleving. Want er is helemaal niet een specifieke Nederlandse identiteit. Die is zo, dat is zo'n enorm omvangrijk, genuanceerd, flexibel systeem, dat je niet van de Nederlander kun je inderdaad helemaal niet spreken. Sterker nog, ik ben blij dat ik niet de Nederlander ben. Ik denk dat de Nederlander altijd zou zeggen, de Nederlander bestaat niet. Want wie wil nou in een hokje geplaatst worden en in een generaliserende term van dit is de Nederlander. Natuurlijk vechten we er tegen, natuurlijk zijn we uniek en zijn we allemaal individueel en natuurlijk zijn we apart en zijn we niet in een hokje te vangen. En natuurlijk zijn de Fransen dat wel en de Amerikanen dat ook en de Belgen dat ook, maar wij zijn dat niet. En het grappige is dat ik nu die vraag krijg van bestaat de Nederlander? Dat ik daar geen antwoord op kan geven, dat ik me afvraag of het komt uit mijn weerzin om de Nederlander te typeren, omdat ik dat zelf ben,
of omdat wij echt niet te vangen zijn in een hokje. En theatermaker Noem Dam. En zij vraagt zich terecht af, kan de Nederlander echt niet in een hokje geplaatst worden, in tegenstelling tot de Fransen en Duitsers? Dit is een vraag naar identiteit, maar een vraag met politieke implicaties. Want een antwoord op de vraag wie de Nederlander is, en ofwel wie tot het Nederlandse volk behoort, vertelt wie er mag beslissen over onze wetten, regels en procedures. Naar wiens mening moeten de politici in Den Haag luisteren? Wiens wil wordt vertegenwoordigd in de politiek? In mijn PhD-onderzoek is dat precies waar ik onderzoek naar doe. Het volk als politiek beslisser. Wat is de wil van het Nederlands volk? Bestaat de wil van het Nederlands volk wel? Kunnen we spreken van een beslissing door de Nederlander? De wil van het volk is afhankelijk van het ontwerp van besluitvormingsprocedures. Bijvoorbeeld hoe we ons kiesstelsel inrichten, of het ontwerp van referenda, of dat we gebruik maken van burgerberaden. Het eerste aspect wat ik wil aanstippen is de vraag wie er mag beslissen over onze besluitvormingsprocedures, in onze besluitvormingsprocedures. Dit wordt namelijk vormgegeven in het ontwerp. Het ontwerp bepaalt wie er mag beslissen. Vanaf welke leeftijd mag er worden beslist? Mogen emigranten en immigranten meebeslissen? En kan het stemrecht van expats worden ontnomen? Het ontwerp bepaalt dus wie wij tot het Nederlands volk bestempelen. Ook beïnvloedt een besluitvormingsprocedures wie er daadwerkelijk beslist. Zo kan een referendum gebruik maken van een kiesdrempel. En een kiesdrempel kan ervoor zorgen dat er stemonthouding is. Zo zagen we dat in het referendum over het verdrag van de EU met Oekraïne. De kiesdrempel zorgde ervoor dat de voorstanders van het verdrag net zo goed niet konden komen en daarmee ervoor konden zorgen dat de drempel niet gehaald werd. Hierdoor zorgde de kiesdrempel voor stemonthouding. En dan is het natuurlijk heel diffuus wat we met de wil van het volk bedoelen. Het ontwerp bepaalt dus wie er mag beslissen en wie er daadwerkelijk beslist. Denk aan vanaf welke leeftijd en denk aan de kiesdrempel. Daarnaast is het ontwerp van besluitvormingsprocedures ook van invloed op hoe er wordt beslist. Dit is het tweede aspect wat ik zou willen aanstippen. Zelfs in één besluitvormingsproces kunnen er verschillende uitdrukkingen van de wil van het volk zijn. Neem het kiesstelsel. In alle westerse democratieën worden er zoveel verschillende ontwerpen van kiesstelsels gebruikt. En er zijn er dus zoveel verschillende uitingen van de wil van het volk. En daarom zou ik er graag met jullie naar willen kijken. Het kiesstelsel in Nederland maakt gebruik van evenredige vertegenwoordiging. Dat zie je hier rechts, dat heet fair representation op het plaatje. Simpel gezegd, bij evenredige vertegenwoordiging is iedere stem evenveel waard. Iedere partij krijgt het aantal zetels als gelijk is aan het aantal stemmen. Dit betekent dat de wil van het volk een exacte afspiegeling van de voorkeuren in onze samenleving zouden moeten zijn. Wij Nederlanders zijn natuurlijk erg trots op ons kiesstelsel. En wij knijpen dan ook waarschijnlijk graag onze ogen dicht voor de nadelen, zoals het toenemende aantal politieke partijen. En we knijpen onze ogen graag dicht als we kritisch kijken naar het Amerikaanse kiesstelsel. Het Amerikaanse kiesstelsel maakt gebruik van single winner districts. In zo'n stelsel worden alle kiezers in kiesdistricten opgedeeld. En per kiesdistrict wordt er dan een kiesman, een vertegenwoordiger gekozen. In het Amerikaanse stelsel is het zelfs zo dat er maar één vertegenwoordiger is per kiesdistrict en dat die vertegenwoordiger de meerderheid van de stemmen moet halen. In zo'n kiesstelsel wordt de minderheid minder vertegenwoordigd. Dat zie je ook op het plaatje. De gele poppetjes hebben helemaal geen vertegenwoordiger. Dat kan in zo'n kiesstelsel gebeuren.
Daar is de uitdrukking van de wil van het volk dus eigenlijk de wil van de meerderheid. De meeste Nederlanders zouden achterloos poneren de stelling dat zo'n districte stelsel natuurlijk helemaal niet goed is. Maar ik zou die stelling niet te snel beamen. Want mochten er Groningers in deze zaal zitten, dan kunnen ze toch misschien denken over een districtenstelsel, waardoor hun voorkeuren wat beter vertegenwoordigd worden in het parlement. En ook de Limburgers moeten nog maar hopen dat ze nog steeds in het parlement gehoord worden, nu de overstromingen niet meer zo in het nieuws zijn. Het Nederlandse stelsel van proportionele vertegenwoordiging en het Amerikaanse meerderheidsstelsel sluiten elkaar niet uit. Het Amerikaanse districtenstelsel bedoel ik. Deze twee kunnen samengaan. In Duitsland gebruiken ze namelijk een combinatie van de twee. De Duitsers hebben twee stemmen. Enerzijds hebben ze een stem op een kandidaat uit hun district en anderzijds hebben ze een stem op een partij. De kandidaat uit het district wordt dan dus een kandidaat uit het district gekozen en de partijen worden proportioneel vertegenwoordigd in het parlement. Best of both worlds, zou je zeggen. Nou, toch niet. Want wij hebben dan in Nederland wel last van heel veel verschillende politieke partijen. In Duitsland hebben ze een last van een uit proportie groeiende Bundestag. Op dit moment heeft de Bundestag 709 parlementariërs. En in verwachting kan dit uitgroeien tot wel 1000 bij de volgende verkiezingen. Ja, vergelijk dat eens met onze 150 parlementariërs. Dat is erg veel. We zien dus dat het ontwerp van besluitvormingsprocedures vormgeeft wie kiezen en hoe gekozen wordt. Daarmee beïnvloedt het ontwerp de wil van het volk. Dit geldt voor alle besluitvormingsprocedures. Dus voor ons kiesstelsel, voor de referenda en voor de nieuwe lood aan de stam, de burgerberaden. Met dit alles heb ik echter nog niet gesproken over de botsing tussen verschillende instituties die alle zeggen de wil van het volk te representeren. Zoals wanneer het parlement oproept tot het houden van referenda en burgerberaden. Wat is dan de ware uitdrukking van de wil van het volk? Is dat de uitdrukking die gegeven wordt in het parlement? Of is dat de uitdrukking die gegeven wordt door de uitslag van het referendum? Of door de geselecteerde groep van burgers in het burgerberaad. En om het nog ingewikkelder te maken, artikel 81 van de grondwet zegt dat de bevoegdheid tot besluitvorming bij de regering en de Staten-Generaal ligt. Dit betekent dus dat eigenlijk uiteindelijk het parlement de wil van het volk tot uitdrukking zou moeten brengen. Maar als het parlement juist heeft opgeroepen tot een referendum of een burgerberaad, dan lijkt het parlement te willen dat de uitdrukking van de wil van het volk bij het referendum of het burgerberaad ligt. Ja, een dilemma. En dit is ook een dilemma dat bij de Brexit naar voren kwam. Degene die zeiden dat natuurlijk het Brexit-referendum de uitdrukking van de wil van de Britten was, hadden het niet per se verkeerd, maar hadden niet goed nagedacht over de vraag dat eigenlijk de soevereiniteit of de uitdrukking van de wil van het volk bij het parlement zou moeten liggen in het Britse systeem. Tot slot. Wij Nederlanders voelen ons graag uniek. Wij zijn graag trots op ons land, op hoe wij het geregeld hebben, op onze besluiten. Maar zoals wij niet kunnen vatten wat ons Nederlanders nu uniek maakt, wat zoals Cleveringa zegt, de Nederlander is, zo kunnen wij ook niet de wil van het volk in één wil vatten. Wie is die groep Nederlanders en wat is haar wil? Dat verandert steeds en dat is afhankelijk van ons besluitvormingsproces. Mogen immigranten en emigranten meebeslissen? Komen minderheidsgroepen opdagen? Maakt het kiesstelsel gebruik van proportionele vertegenwoordiging? Oh, de slide gaat weg. Nu stuur het terug. Van proportionele vertegenwoordiging of benadrukt het regionale, religieuze of etnische onderscheiden?
Daarover had ik trouwens nog willen zeggen dat een voorbeeld van regionale, dat je niet alleen regionale onderscheiden kunt laten zien, maar ook religieuze of etnische onderscheiden. Zo is een leuk voorbeeld van Bosnië-Herzegovina, dat ze daar enerzijds een kiesdistrict hebben voor de Serven en anderzijds een kiesdistrict voor de Bosniërs en Kroaten. Dus dat kan een kiesstelsel ook nog benadrukken. En vervolgens spreekt het parlement, een referendum of een burgerberaad. Zo bezien beslist niet de Nederlander of het Nederlandse volk. Het is de ontwerper die bepaalt naar wie we luisteren en welke voorkeuren centraal staan. Het is de ontwerper van onze besluitvormingsprocessen die beslist. Dit maakt de reflectie op de voor- en nadelen van onze besluitvormingsprocedures en het onderzoek naar innovatieve mogelijkheden om onze besluitvormingsprocedures te veranderen extra interessant. Ik hoop dat ik jullie met deze lezing meer inzicht heb gegeven in de complexiteit die er schuilt achter uitdrukkingen als de wil van het volk en de Nederlander. En ook het belang heb laten inzien van onderzoek naar onze besluitvormingsprocedures. Bedankt voor jullie aandacht. Suzanne, hartelijk dank. Ik kan me zo voorstellen dat er vragen zijn in de zaal. En collega Victor heeft een hengelmicrofoon. We hebben tot op heden nog geen vragen over het internet gekregen. Maar als u een vraag heeft, dan is Suzanne bereid om uw vraag te antwoorden. Houdt u het alstublieft on topic. Een beetje kort, een beetje krachtig. Wie kan ik een vraag? Ik zie daar een aantal net afgestudeerden misschien. Nee? Ik kan wel een voorschot zelf geven, als u dat niet erg vindt. Suzanne, als het zo is dat de wil van het volk zich schuilhoudt in formalistische procedures, hè, zoals wij het kiezen dan vorm hebben gegeven, is het dan niet ook zo dat het datzelfde parlement is dat gaat over de inrichting van die procedures? En zitten we dan in een cul-de-sac, in een catch-22? Wat is jouw visie daarop? Ja, het is leuk dat je dit vraagt, want we hebben het hier natuurlijk al een beetje over gehad. En inderdaad, we zitten in een soort kip-ei-probleem daarmee. En dat noem je in de politieke filosofie, ook wel is dat bekend onder het boundary problem. Dat is de vraag, wie beslist er als eerst over onze procedures? Waar vangt het aan? En ja, de mensen die op dit moment mogen beslissen, die beslissen over de verandering van onze procedures en regels. En ja, degenen die nog niet mogen beslissen, zouden graag natuurlijk een onderdeel van daarvan willen worden. En de vraag in een democratie is altijd, waar vangt het aan? Wie is als eerst het volk die mag beslissen over de toekomst van het volk? Ja. Leuke vraag. Dankjewel. Anderen nog? Meneer Van Ispen. De microfoon is onderweg. Ja, zo, komt het zo door? Ja, ik hoor het. Als het gaat om verkiezingen, herinner ik me dat destijds bij de Bataafse Republiek, of voordien er zoiets was als bijvoorbeeld gildes die mochten kiezen. En dat men toen heeft gedacht, nee, het moet het volk zijn. Vraag was natuurlijk wie het volk was. Ik maak meteen een reuze sprong naar de gedachte van Omtzigt, die ergens in zijn laatste boek schrijft, we moeten terug naar of weer naar kiesgroepen. Met andere woorden, groeperingen die uit moeten maken wie er zal beslissen. Heeft u gelegenheid gehad daar ook nog naar te kijken? En zo ja. Met kiesgroepen, is dat dan iets dergelijks als een kiesdistrict? Dat het dus meer lokaal wordt? U stelt mij de vraag, maar ik weet ook niet precies wat u ermee bedoelt. Maar ik weet niet de exacte uitspraak van ons. Of dat boekje ook nog onderdeel uitmaakt van uw onderzoek. Nou, het is een interessant. Ik zal eens gaan kijken naar wat Omtzigt heeft gezegd. Dat is interessant. Okay. Een nieuwe sociaal contract heet het, geloof ik. Oké, leuk. Ja, ja. Ik heb die niet gelezen, maar kiesgroepen is interessant. Ik denk
Zo'n idee zal waarschijnlijk ervoor zorgen dat de burger dichter bij de politiek komt te staan. En dat is ook vaak een argument bijvoorbeeld voor kiesdistricten, om die regionaal te houden, omdat je dan echt een vertegenwoordiger van jouw gebied hebt. Dus dat zal ook waarschijnlijk het idee achter kiesgroepen zijn, om het zo dichter bij de burger. Bedankt voor het idee. Ja. Dank u wel. Zijn er nog anderen met brandende vragen? Want zo niet, dan wil ik nogmaals Suzanne hartelijk danken. En wij zien jou graag nog een volgende keer terug. Veel succes met jouw PhD-onderzoek. Graag gedaan. Dank je wel. Ik blijf even zitten als u dat goed vindt. Ik heb u daar straks een A4'tje gegeven en gevraagd of u... of u uw jaar van aankomst wilde opschrijven. Dus misschien wel even leuk ook voor de mensen thuis. En ook voor ons, om elkaar maar even een indruk te krijgen. Wat voor jaar u... Ik zie daarachter in 1965. Ik zie 69. Toen maar. 1980. 86. 2013. 14 hier vooraan. Dat zijn de millennials, hè, zo zeg ik dat goed. 2017 nana. 1990. 89. 16. 96. U heeft misschien... 1991, kijk, Martin Steenberger. Nou, dank u wel. Ik zie dat alle cohorten, zo heet dat, hè, goed vertegenwoordigd zijn. Hartelijk dank daarvoor. Dan gaan we over naar de lezing van professor Stolker. Die gaat eigenlijk op dezelfde manier als die van Nana. Die zal alleen iets langer duren. En daarna heeft u ook weer de tijd om vragen te stellen. Ik zeg erbij, we houden het on topic, zoals u zult begrijpen. Dus probeert u het... voor kort en bondig te houden, maar dat zal geen probleem zijn. Mensen thuis mogen nogmaals via kleveringadenhaagjoinlive.tv ook inloggen. Professor Stolker, mag ik vragen of je de microfoon wilt nemen? Zeker, en die heb ik al om, volgens mij. Ja, hij werkt. Nee, ik weet niet hoe het u vergaat, maar Suzanne, volgens mij, ze stond er net, nou nu is ze weg, maar filosoof, wiskundige en wat was het derde, econoom? Dat was jurist ook nog. En dan gestudeerd in Londen, Leiden, Utrecht en dan ook nog nu in Hamburg, PhD. Ik moet zeggen, en dat is 28. Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar volgens mij beneden de 30 mag dat nog. En dan denk ik 28. Toen werd ik volgens mij nog pas wakker, eerlijk gezegd. Het is echt ongelooflijk. Dus Suzanne, ik wens je enorm veel succes. En we hebben elkaar al voor de lezing hebben wij elkaar al even gezien. Het was een groot genoegen om toen ook al met je te praten en je te luisteren. Ik heb een verhaal over academische vrijheid. Misschien eerst maar eens even kijken. Weet u wat dit is? Ja, hier staat het. Nee, staat er niet. Nee. Laten we eerst even zeggen, wat is de oudste universiteit van Europa? Eens kijken of wie dat weet. Er zitten een paar hele oude mensen in de zaal. Oudste universiteit... Toulouse. Nee, niet Toulouse, maar Bologna. Ik hoorde Bologna. Bologna was... Ja, Coimbra zit heel erg Bologna. En enig idee, zeker Padua was volgens mij de tweede, uit mijn hoofd gezegd, maar gaat niet googlen zo snel. Volgens mij de tweede. En hoe oud is dat? Hoe oud is Bologna? Wat denken we? Nou, roep eens wat. 13e eeuw? Ja, 1000 is wel... 1088, het is eigenlijk ongelooflijk oud, dus meer dan twee keer zo oud als de Universiteit Leiden, zeg ik maar even heel bescheiden bij, dus dat is echt super oud. Bologna, ook niet echt gesticht zoals Leiden met een akte, maar Bologna is ontstaan, er waren docenten in het recht, in de geneeskunde, en die gingen langzamerhand gebouwtjes, om dat toch een beetje te organiseren als het regende. En op enig moment zei iemand, dat lijkt van een universiteit, dus dat is een universiteit, dus het ware is ontstaan, Leiden is gesticht. En toen, in 1988, de universiteit 900 jaar bestond, toen is er een Magna Carta geformuleerd, waarin als het ware de grondrechten van de universiteit staan. Waar gaat zo'n universiteit nou over? Nou, twee van die hele belangrijke grondrechten, dat zijn de autonomie van de instelling, dat is een hele belangrijke, en de andere is academische vrijheid. En dat hebben toen honderden en honderden universiteiten ondertekend. En hier ziet u een paar van mijn verre voorgangers die dat allemaal netjes hebben getekend. Daar is uiteindelijk de
EUA, de European Universities Association, voortgekomen. Dat is een grote verzameling van universiteiten. Maar dat dateert dus al van in ieder geval deze akte van 1988. Maar het idee van autonomie, universiteiten moeten over zichzelf gaan, moeten zichzelf regeren. Ik ga er straks natuurlijk wat uitvoeriger over door. Dat is al heel oud, maar toen in deze akte opgeschreven. Nou, een van die dingen is de academische vrijheid. Daarvan zeggen wij eigenlijk allemaal dat moet centraal staan. En juist die academische vrijheid staat enorm, ja, ik wil niet zeggen onder druk, maar in ieder geval, er wordt ongelooflijk veel over gediscussieerd. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik in 2013 rector werd, toen was er natuurlijk wel die Kleveringa bijeenkomst en ik hield ze ook als jurist, werd je overal uitgenodigd, hield je mooie verhalen over je proefschrift. Maar ik had mij nooit zo gerealiseerd hoe actueel Kleveringa zou worden. Toen ging het toch wel ook wel heel erg over de oorlog en wat daar gebeurde. En natuurlijk heel belangrijk. Maar inmiddels is Kleveringa, denk ik, staat voor veel meer. En ik weet niet of u een enkeling misschien vanmiddag heeft gekeken naar de lezingen, de echte Kleveringa-oratie in het academiegebouw. Met een prachtige inleidende toespraak van rector Esther Bijl. Maar daar twee Poolse onderzoekers die lieten zien hoe op dit moment Polen met haar geschiedenis omgaat. Ik moet eerlijk zeggen, je wordt er koud van. Dus vooral even terugkijken, dat kan tegenwoordig allemaal. En dat is goed, Jan Kabrotsky vond ik heel indrukwekkend. Half Canadees en half Pools. Maar indrukwekkend om te laten zien wat er op het ogenblik in Polen op dit moment over haar nationale geschiedenis, wat daar gebeurt. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Maar dit is een belangrijk document. Ik ga eventjes verder. Ja, dat heb ik ooit geleerd van Willem Albert Wagenaar. Die was rector ver voor mij. En die zei, je moet eigenlijk in zo'n toespraak, als je lesgeeft, moet je eigenlijk twee boodschappen. Want verder onthouden ze het toch niet. Over een week zijn ze te lang weer vergeten. Hij had een blauw pak aan. Hij had niet de universiteitsstopdas om. Daar weet je helemaal niet meer wat over. Twee dingen moeten ze eigenlijk onthouden. En als u mij dus vraagt, wat moet je nou onthouden? Dan moet u dit onthouden. Dit. Kleveringa is actueler dan ooit. Dan twee dingen. Onderwijs en wetenschap zijn cruciaal voor deze wereld. Cruciaal voor deze wereld. En de academische vrijheid is daarvoor een voorwaarde. En het tweede is, en dat heb ik afgelopen jaren ook steeds proberen uit te dragen, is best moeilijk, zeker op Twitter, waar je weer onder handen wordt genomen. Maar we moeten het er met elkaar over hebben. We moeten het als universiteit, medewerkers, studenten, moeten het er met elkaar over hebben. Dus als u met deze twee boodschappen vanavond en tot volgende week nog weet, Kleveringa is belangrijker dan ooit. Het gaat om onderzoek en onderwijs en we moeten het erover hebben. Dan ben ik een supergelukkige persoon. Dit is de definitie die de KNW gebruikt. Als u nou zegt voor mijn vak of voor mijn scriptie of voor wat dan ook, moet ik het hebben over academische vrijheid, dan zou ik beginnen bij de KNW. En dit is hun definitie, het beginsel dat medewerkers aan wetenschappelijke instellingen in vrijheid hun wetenschappelijk onderzoek kunnen doen, hun bevindingen naar buiten kunnen brengen en hun onderwijs kunnen geven. Dus het gaat om wetenschappers, het gaat om in vrijheid wetenschappelijk onderzoek naar buiten brengen en onderwijs kunnen geven. Dus eigenlijk dat beginsel, dat tweede beginsel uit Bologna, van die institutionele autonomie. Universiteiten organiseren en regelen zichzelf. Dat doet niet de overheid, dat doet niet de gemeente, dat doet niet het bedrijfsleven, dat doen we zelf. Dit is academische vrijheid. Maar je kan natuurlijk verder over nadenken. De universiteiten, heten de VSNU, nu heten ze de Universiteiten van Nederland, veel betere naam zou ik zeggen. Die hebben ook nog eens, en ik wil dit ook nog even dat u er goed naar kijkt, gezegd, wat vinden wij nou als universiteiten waarvoor we zouden moeten staan? En dit is het, van oudsher staan universiteiten, zeggen de Nederlandse universiteiten, voor die vrijheid van geest, van denken en van spreken, voor een ongebonden ontwikkeling van onderwijs en onderzoek, en moeten vrijplaatsen zijn, ja, leiden presidium libertatis, natuurlijk dat bolwerk, misschien dat bolwerk vind ik bij nader inzien ook niet zo'n hele mooie naam, klinkt wel heel defensief, maar het moet een soort vrijplaatsen misschien veel mooier worden, waar iedere vraag gesteld kan worden en in vrijheid worden beantwoord. Hier staat niet niks, hè? Iedere vraag moet kunnen worden gesteld en in vrijheid worden beantwoord. En dan gaat het verder, al dus. Iedere universiteit streeft naar een veilige cultuur en een inspirerend klimaat waarin de hele universitaire gemeenschap, inclusief studenten en promovendi, die hebben ze op adequate vorming en begeleiding mogen vertrouwen, tot maximale ontplooiing kunnen worden. Dus het heeft met elkaar te maken. Dus dat iedere vraag stellen en iedere vraag beantwoorden moet ook in een veilige omgeving kunnen. Want anders kun jij niet als student of als promovendus
blij, ook goed en gelukkig in zo'n klas zitten en met je docenten en met je medestudenten spreken. Dus dit zijn, denk ik, twee hele belangrijke zinnen. En wat mij betreft zeker die eerste vrijplaatsen waar iedere vraag gesteld kan worden en in vrijheid kan worden beantwoord. Dat is volgens mij een hele belangrijke uitwerking van die doorwerking van die academische vrijheid. Nou, wat is het nou precies? Nou, ik heb het net die formulering gegeven. Is het nou een privilege of is het nou een recht op academische vrijheid? Vroeger zagen we het vaak wel als een privilege. Dus er waren ook leraren en medewerkers en die hadden vaste aanstelling, kunnen er nooit worden ontslagen. Net zoals dat het geval is met rechters. Want als ze ontslagen zouden kunnen worden, dan gaan ze misschien zelf censuur plegen en dat willen we niet. Dus een soort privilege wat die mensen... In de loop van de tijd is het steeds meer een recht geworden. Dus ook het recht op academische vrijheid, waar mensen op kunnen rekenen en een beroep op doen. En ik zal u straks laten zien hoe ver dat wel niet reikt. Er is natuurlijk ook nog een relatie tot het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting. We hebben natuurlijk allemaal recht van vrijheid van meningsuiting. Dat hebben dus hoogleraren, wetenschappers en studenten en iedereen heeft dat. En ik denk dat dat ruimer moet worden gezien dan het recht op die academische vrijheid. En waarschijnlijk is dat een soort gekwalificeerde vorm van vrijheid van meningsuiting. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik alleen maar wat kan zeggen als privaatrechtjurist over het Nederlandse burgerlijk wetboek. Dat zou mij wel heel erg beperken. Dus ik heb beslist een recht om meer of meer dingen. Ik heb het verkiezingsprogramma van een politieke partij gezeten. Ja, dan mag ik ook wat vinden over vastgoed en over belastingen en over dat soort vraagstukken. Maar het is niet mijn vakgebied. Ik kan dus ook niet zeggen dat is mijn academische vrijheid, maar dat is ruimer. Dus iedereen heeft dat ruime recht van de vrijheid van meningsuiting. Ja, en dan is het natuurlijk interessant. Bijvoorbeeld zeer gewaardeerd Afshin Elian, maar je hebt heel veel columnisten. Het is natuurlijk interessant, die schrijven ook over onderwerpen die helemaal in het vakgebied niet zijn. Maar die hebben een soort opinieleiderstatus in de loop van de tijd gekregen. Daar zijn we denk ik ook allemaal heel blij mee. En dan krijg je meteen natuurlijk de vraag, maar hoe verhoudt zich dat nou tot die academische vrijheid? Moet die er dan steeds bij zeggen, of Maarten van Rossum, noem ze maar op, dat ze hoogleraar zijn of in welk vakgebied en dat ze nu even iets praten over dingen waar ze misschien niet zoveel verstand van hebben. Dus dan begint het al te schuren. Dus die algemene vrijheid van meningsuiting en die academische vrijheid kan... Het is ook nogal losjes geregeld. Je zou denken, als het nou zo'n belangrijk ding is, waarom staat dat dan eigenlijk vooral in die Magna Carta uit 1988? Nou, hij staat nog op een paar andere plekken. Bijvoorbeeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook in de WHW wordt er iets gezegd over academische vrijheid. Maar betrekkelijk weinig. En een poosje geleden, ik ga daar straks uitvoeriger op in Hongarije. Daar werd een Amerikaanse universiteit, Central European University, werd er uit het land gegooid. En toen was dus de vraag voor de Europese Commissie, maar kan dat nou zomaar? En toen was het nog behoorlijk ingewikkeld om een bepaling te vinden op basis waarvan je tegen Orbán kan zeggen, ja, maar dat kan niet. Je kan niet zomaar een universiteit sluiten en over de grens duwen naar Wenen. Maar ze konden zomaar geen bepaling vinden waar ze zich op konden baseren. En moesten zelfs helemaal naar de World Trade Organization bepaling, de GATT moesten ze naartoe, om daar een bepaling te kunnen vinden op grond waarvan je kon zeggen, Orbán mag niet zomaar een universiteit de grens overduwen naar Wenen. Dus het is losjes geregeld. Je kunt je dus werkelijk afvragen of we niet ook in Europa, ik denk met name in Europa, niet wat beter zouden moeten nadenken over waar staat dat dan en wat vangen we dan ook precies onder die academische vrijheid. En wat natuurlijk interessant is, dat zijn die studenten. Want u zag net de Academie van Wetenschappen, ja, die praat vooral over wetenschappers. Maar ja, en we hebben in Leiden 32.000 studenten. En die, ik verzeker u, die stemmen alle partijen die er zijn. Hoe zit het met die studenten? Met name natuurlijk als ze in de klas zitten en op enig moment in de master en scripties gaan schrijven, misschien studentassistent worden. Dus er is ook voor studenten is er op enig moment wel een vraag, hoe verhouden die zich nou tot die academische vrijheid? En als een student nou besluit om een controversiële spreker uit te nodigen, kunnen ze dan zeggen dat mogen wij, want wij zijn studenten aan de Universiteit Leiden of de Universiteit Utrecht, dus wij bepalen zelf van wie wij uitnodigen. Dus die studenten vind ik interessant, daar moeten we het ook over hebben. Vraagt de KNW, waarom doen jullie dat niet? En die hebben gezegd, dat was al ingewikkeld genoeg, die hele academische vrijheid. Dus we hebben studenten maar even buiten gelaten. Maar denk maar mee. En denk ook na over academische vrijheid en in de relatie tot de studenten. Dit wil ik u ook nog even laten zien. Dit is een
enorm belangrijk staartje. Dit geeft aan waarom die academische vrijheid en universiteiten ook zo belangrijk zijn en waarom we ook zorgvuldig moeten zijn als het gaat over de waarborging van onze kwaliteiten waar we op staan. Dit is een overzichtje van het vertrouwen dat de Nederlandse samenleving heeft in haar instituties. En hier ziet u, breed genomen die instituties, hier ziet u de wetenschap, zeg maar de universiteiten, de rechtspraak, de kranten, de vakbonden, de Tweede Kamer, de regering, de televisie en de grote ondernemingen. Nou, eigenlijk wat je moet zeggen, dus van 0 tot 1, daar 7, je ziet de wetenschap daar bovenuit, min of meer tornen, in ieder geval heel duidelijk, al jarenlang eigenlijk altijd de nummer 1, zeg maar de universiteiten. Het vertrouwen van de samenleving is behoorlijk groot in wat wij doen. En dat is belangrijk, ook in deze crisis waar we nu, net hebt u nog kunnen kijken naar de persconferentie, heel belangrijk, is allemaal op, ja, wel of niet, maar in ieder geval, er wordt voortdurend een beroep gedaan op onze wetenschap. Dus die wetenschap en het vertrouwen daarin is cruciaal voor ons als universiteiten en voor ons als samenleving. En u ziet, ik vind het wel mooi als jurist, meteen gevolgd door de rechtspraak. Het vertrouwen ook in de rechtspraak, vertrouwen in kranten. Ja, en dan zie je het een heel klein beetje afzakken, maar over het algemeen vrij stabiel en wel mooi. En het interessante is, als je je nou afvraagt, maar wie zijn nou die mensen die geen vertrouwen hebben in de wetenschap of de rechtspraak of de kranten? Dat zijn over het algemeen de mensen die helemaal geen vertrouwen hebben in geen enkele institutie. Dus die scoren eigenlijk nul op alles, als het gaat. Dus die hebben geen vertrouwen in de wetenschap, maar ook niet in de vakbonden en ook niet in de regering en alleen helemaal niet in grote ondernemingen. Dus die hebben nergens vertrouwen in. En ik denk, een van de taken, ook voor ons, denk ik, juist al die instituties, om dat met dat vertrouwen zorgvuldig om te gaan en ook regelmatig te kijken, waar zit dat nou in en hoe kunnen wij een gerechtvaardig vertrouwen, hoe kunnen we dat omhoog krijgen? Maar voor universiteiten is dit ook wel een belangrijk plaatje. Dat we het dus redelijk stabiel doen en zelfs, maar dat zal ook een COVID-effect zijn, zelfs weer wat boven de 7 zijn geëindigd. Wat omvat die academische vrijheid nou? Ik zei er net al, ja, het is, je kan niet ontslagen worden. Ja, zeker, dat is er één, dat is heel fijn. Maar het is veel meer dan dat, natuurlijk. En hier heb ik ze maar gewoon eens onder elkaar gezet en misschien dat u er ook nog wel nieuwe vindt. Het gaat om de keuzes waar je onderzoek over wil doen en wat voor methode je wil volgen. Dus dat vind ik ook mooi van Suzanne, die zit natuurlijk in een project. Maar uiteindelijk heeft ze ook een hoge mate zelf keuzes kan ze maken over hoe wil ik dat doen, welke landen wil ik daarin betrekken, wat wil ik voor politicologische, wiskundige of juridische methode gebruiken. Dus dat is er één. De tweede is de vrijheid dat je dat onderzoek ergens ook kunt publiceren. Daar moet je dus ook voor zorgen. Dat je dan niet in een of andere vage blog terecht moet komen, maar dat er ook gelegenheid is om je onderzoeksresultaten te publiceren. De keuzes in het onderwijs, het lesmateriaal, de inhoud, de didactiek. Dat is niet aan de politiek, dat is niet aan de minister of aan OCW of aan de NVAO of noem al die organisaties. Dat bepalen docenten zelf. Interessant is hier natuurlijk en studenten. Ik kom straks nog iets te spreken over de decolonisering van het curriculum. Wat kunnen studenten hierin betekenen? En kunnen die zelf ook eisen stellen aan de inhoud van bijvoorbeeld het lesmateriaal, de boeken die je gebruikt? De benoemingen noemde ik net al, ligt voor de hand. Keuze van de samenwerkingspartners, dat bepalen wij zelf. Als wij met Peking University of met de Universiteit van Ankara of met Orbán, dat bepalen we allemaal zelf. Er is niemand die tegen ons zegt, maar dat kan zomaar niet. Een beetje uitzondering is Iran en China als het aan de techniekkant ligt, dus een beetje de Delftkant zou je kunnen zeggen. Maar voor het overgrote deel is het voor de universiteiten zijn vrij in het kiezen van hun samenwerkingspartners. Toegang tot informatiebronnen, natuurlijk ook logisch, als je dat niet hebt, als je niet die vrijheid hebt, dan kun je ook niet bij de informatie komen die voor je onderwijs en je onderzoek zo belangrijk is. En tenslotte de keuze van sprekers. En dat is een hot topic en daar ga ik straks nog wat over zeggen. En daar kunnen we misschien ook nog wel met elkaar over van gedachten wisselen. Maar het is dus een heel complex, zou je kunnen zeggen, die vrijheid, die academische vrijheid. Veel meer dan alleen maar dat privilege. Ik kan zomaar niet door de minister of door de Tweede Kamer worden ontslagen. Zijn er dan ook grenzen aan die academische vrijheid? Ja, nou zeker. Meer dan de vrijheid van meningsuiting. Wat zijn die grenzen dan? Ja, in ieder geval de wet. Dat geldt ook voor de vrijheid van meningsuiting. Dus de wet geeft een kader, daar moeten we binnen blijven.
maar ook normen van integriteit en kwaliteit. Je kunt niet zomaar alles als hoogleraar of als medewerker of promovendus. Dus op het moment dat je aan een universiteit werkt, dan heb je de verplichting om kwaliteit te leveren en dat op een integere manier te doen. Dus duidelijk zijn over je bronnen, duidelijk zijn over je conclusies, duidelijk zijn over je onderzoeksvragen en je methode. Normen van integriteit en kwaliteit, daar moet het over gaan. En wat ik zelf ook altijd als rector enorm heb, open debat. Dus we willen niet alleen maar zaaltjes waar mensen met z'n allen een beetje fijn bij één politieke partij of één stroming of één school. Zorg nou dat dat debat open is en zorg ervoor dat je naar elkaar luistert. Ik heb dat nu maar even goede omgangsvormen genoemd, maar dat moeten we soms ook nog wel weer leren. Het is niet meer heel erg van deze tijd, maar goede omgangsvormen, naar elkaar luisteren, de vraag herhalen. Dat is noodzakelijk om die academische vrijheid ook te kunnen uitoefenen. En natuurlijk de zorg voor fysieke veiligheid. Maar eerlijk gezegd, daar kun je als universiteit of als instelling, in ieder geval in landen zoals de onze, kun je daar wel min of meer voor rekenen. In ieder geval op rekenen. In ieder geval kun je daarvoor voor zorgen. Ja, waarom is die nu zo spannend? Ja, nu komen we wat meer bij de inhoud. Ik heb gewoon maar eens wat onderwerpen onder elkaar gezet. Het eerste is universiteiten opereren in een veranderende omgeving. Vroeger werden we natuurlijk vaak gezegd, ja, jullie zitten in een ivoren toren. Dat was ook wel fijn, want dan zaten we dan en dan hadden we niet zoveel last van die samenleving en de samenleving van ons. Maar we zijn veel meer in die samenleving gaan staan, we zijn veel meer naar buiten gekomen. Je ziet het op televisie, je ziet het op blogs. Tweede geldstroomonderzoek, wat gedaan wordt bij met name ook opdrachtonderzoek voor bedrijven, opdrachtonderzoeken voor overheidslichamen. Dus we zijn universiteit geworden die midden in de samenleving staat en dan gaat het schuren. Als je geld van iemand krijgt, Amerikaanse universiteiten worstelen bijvoorbeeld met de vraag, wat doen we nou met grote donors? Iemand die de universiteit 20 miljoen geeft, maar wel een paar vragen heeft over het curriculum. Wat doe je daarmee? Ja, we weten het natuurlijk wel, maar een moeilijke vraag kan het in de praktijk best nog wel zijn. Dus dat is een belangrijke. We werken in een veranderende omgeving waarin we steeds afhankelijker en steeds meer interacties hebben met die bredere samenleving. De tweede is deze. En hier geloof ik echt heel erg in. We zijn een pijler onder de democratische samenleving. We horen tot de westerse cultuur, universiteiten, wetenschapvrij onderzoek. Tot de westerse cultuur van de samenleving, inclusief de rechtsstaat, met mijn eigen rechtenfaculteit en de rechtenfaculteiten in de hele wereld. Maar daarmee zijn we dus ook, ook wel een gevaar. Een gevaar voor dictatoriale en autoritaire regimes. Kijk wat er nu gebeurt in Rusland. Een paar dagen geleden hebt u misschien in de NRC kunnen lezen, die zijn bezig met hun hele historie te herzien, onder leiding van Poetin. Ja, die heeft veel last van universiteiten. In Polen zie je het nu ook. Veel last van universiteiten die eigen opvattingen hebben in hun zoektocht naar waarheid en naar een zuiverde beschrijving bijvoorbeeld van de geschiedenis van een land. Dus wij zijn als universiteiten pijlers onder die samenleving, maar we zijn ook autonoom en we gaan over onszelf. We benoemen onszelf, ontslaan onszelf. Ja, dat is voor de Erdogans en dat is dat eng. En dat is nu ook wat je ziet. Ik heb daar straks nog een klein filmpje over. Dat maakt ook denk ik wel duidelijk dat dit echt speelt door de hele wereld heen. Deze vraag. En als je kijkt naar Orbán en de Central European University, dan is dat echt zo'n voorbeeld. De Amerikaanse universiteit die met geld van Soros in Hongarije is begonnen. Hoge kwaliteit op het gebied van sociale wetenschappen en humanities. Maar ja, dat was een lastpost voor Orbán. Dus die universiteit wilde hij er eenvoudigweg uit hebben. En dat is hem dus uiteindelijk ook gelukt. De mondialisering van het onderwijs en het onderzoek. Een global curriculum. Ja, daar zijn natuurlijk ook alle machthebbers niet zo heel blij mee. Wij sturen onze medewerkers en onze studenten over de hele wereld. En die komen ook over de hele wereld komen ze hier naar Leiden. Zeker ook hier in Den Haag. De helft van onze studenten hier is internationaal. Ja, die leren hier westerse concepten en westerse waarden. We zitten hier in een van de zalen van de Wijnhaven. Maar hierachter staat mooie teksten over de relatie tussen het geloof en de macht van de koning en vrijheid. Ja, dat zijn concepten die echt niet overal zomaar in de hele wereld gelden. Maar die hebben wij in het Westen, in de loop van de tijd hebben we die ontwikkeld.
Ja, en die studenten die gaan met die ideeën terug. Ja, wat vinden die landen ervan? We weten met vrij grote waarschijnlijkheid dat er landen zijn die hun studenten in de gaten houden. Wat er geleerd wordt en waar hun scripties over gaan. Daar moeten we ons rekenschap van geven. Mike Lignasiev, Kleveringa oogleraar in 2013, heeft dat in Harvard ook gezien. Dat de Chinese overheid ook meekijkt met wat de Chinese studenten in Harvard doen. Nou, dat komt omdat ja, op het moment dat je natuurlijk rond die hele wereld al die wetenschappers met elkaar gaan praten en gaan reizen en gaan publiceren, dan krijg je een soort global curriculum. En daar kunnen wij misschien nog wel redelijk blij mee zijn, maar heel veel landen zijn er helemaal niet blij mee. Dan natuurlijk ook in Leiden, en we kennen de voorbeelden ervan, bedreigingen van wetenschappers. Deels van overheden, maar ook heel nadrukkelijk van niet-overheden, dus van personen. En rond corona zie je het natuurlijk ook, beschermde wetenschappers. Bij ons Afshinelian, ik zeg het toch nog maar een keer, iets van 15 jaar inmiddels, gewoon persoonsbeveiliging. Om nog eens een keer te zeggen over wetenschappelijke integriteit en wetenschappelijke vrijheid. Ja, dat is misschien een uitzondering, maar dat is wel realiteit. Dus bedreigingen van wetenschappers, maar ook van universiteiten, is een probleem en is een van de redenen dat die academische vrijheid nu zo spannend is. Ja, en dan debat over free speech on campus, onwelkome sprekers. Mogen we Thierry Baudet, mogen we Geert Wilders, mogen we meneer Petersen, mogen we die zomaar uitnodigen? Mogen studenten dat misschien doen? En wat vinden we daarvan? Of moet je dan als rector zeggen, ja, maar dat willen we beslist niet hebben. En ik noem er nu een paar, maar je kunt aan de andere kant van het spectrum ze natuurlijk ook noemen. Ik wil daar straks nog een paar dingen over zeggen aan het eind. Dus dit is spannend, dit maakt het spannend. En tenslotte natuurlijk de debatten over woke en racisme en de decolonisering van het curriculum. Studenten, maar ook wetenschappers, kijken ook heel kritisch naar wat wij als universiteit aan onze studenten leren. En die hele woke-discussie, u hebt het vast in de krant van het stay woke, komt dat. Wees wakker, besef de achterstanden, minderheden, besef ook dat er minderheden zijn die op verschillende manieren op achterstand zijn komen te staan in de loop van de jaren. Bedenk wat dat betekent voor je curriculum. Bedenk wat Black Lives Matter betekent voor je curriculum. De decolonisering van het curriculum is echt het thema op dat moment, op dit moment. Begonnen bij Afrikaanse universiteiten die leerboeken hadden. Ja, dat waren gewoon wetenschappers, gewoon Britse wetenschappers, Nederlandse wetenschappers, Franse wetenschappers, die de geschiedenis van die landen had beschreven en de antropologie van die landen had geschreven, dat deze landen zeiden, maar mogen we daar zelf misschien ook nog iets over zeggen? Het is eigenlijk een beetje gek dat jullie dachten dat jullie alles weten van ons en wij daarin geen enkele stem hebben gehad. Helemaal geen gekke vraag. Nou, die vraag van de decolonisering van het curriculum komt ook op ons bonsbordje terecht. Is onze literatuur niet te wit? Is het wel divers genoeg wat sprekers betreft? Zijn de goede onderwerpen wel geagendeerd? Belangrijk en heel spannend. Ik kijk even, want volgens mij heb ik nu een klein filmpje om ook nog eens, ik dacht, dan blijft hij ook wakker. Ook nog eens even, ik kijk even of dat klopt. Ja, dat klopt. En dat filmpje gaat 5 minuten, dat gaat over een soort onderbouwing van hoe is het dan met die academische vrijheid in de wereld gesteld. Want we zijn tenslotte wetenschappers en mijn verhaal is natuurlijk mooi theoretisch. Maar je wilt ook wel eens weten, hoe zit het nou in de wereld? En er is een club, en die heet de Academic Freedom Index. En die probeert ieder jaar, een analyse te maken van hoe het met academische vrijheid gesteld is. En ik vind het een erg mooi filmpje, het duurt 5 minuten en ik zou u graag willen aanbieden. Science and higher education are key for expanding human knowledge, enhancing society's capacity for self-reflection and finding solutions to pressing challenges. Academic freedom is a universal right and fundamental to scientific progress and the pursuit of truth. If students and scholars can't study and engage in research freely, the world's biggest problems cannot be solved. 171 countries have committed to safeguarding the freedom indispensable for scientific research. But not all universities around the world are free institutions.
and some academics experience negative repercussions because of their work. From self-censorship and surveillance in classrooms, to regulations that ban research, or outright violent repression, these are just some examples of how academic freedom gets stifled around the world. How free are students and scholars in pursuing their studies and research? To understand this, researchers in Germany and Sweden have joined forces with experts around the world to develop an Academic Freedom Index, a dataset that quantifies the levels of academic freedom worldwide. We've discovered that almost 80% of the world's population currently live in countries where academic freedom is not well protected in practice. How do we know? The index assesses academic freedom by looking at five key indicators. Academic freedom means that individual researchers can pursue their curiosity without interference or restrictions. This is what we call the freedom of scholars to research and teach. Academic freedom also includes the freedom to share one's research findings with the public and to exchange ideas with other scientists. Academic freedom entails that universities have institutional autonomy and can take independent decisions, including how to invest resources or who to partner with. Academic freedom is also about safety. Students and professors should be free from surveillance and harassment on campus, including on digital learning platforms. And the index includes an indicator that captures scholars' freedom to express themselves on current events or political issues. So far, data is available for 175 countries and territories for the time span between 1900 and 2020. Each country and year get assessed by several independent experts, who are usually academics based in that country. Of course, experts are not perfect in their assessments. To reduce biases and improve comparability, the Academic Freedom Index relies on a state-of-the-art statistical model that the VDEM project developed for their large social science dataset on democracy. The VDEM model considers each expert assessment individually and attributes more weight to experts who are identified as most reliable. We also continuously invite more experts to contribute to the index and help us improve the databases. So far, about 2,000 country experts around the world have helped paint the most comprehensive global picture that exists of academic freedom to date. One of the most valuable features of the data is that we can also trace how academic freedom has evolved in individual countries over time. Like in this example of Turkey. This data is open access and can be downloaded by anyone for further analysis. Who might find it particularly useful? Scientists, who want to research how and why academic freedom increases or declines. University leaders, who want to guard academic freedom in their own institutions and build partnerships with universities in other countries. Policymakers, who seek to promote academic freedom or engage in international science diplomacy. Research funders, who seek to better understand the context of different research projects. And of course, scholars and students, who plan to study or work abroad and want to understand what kind of environment they will encounter. Academic freedom is a universal right and common good. We hope that better knowledge on the state of academic freedom in the world will have a cascading effect, that it will spark meaningful public debates on academic freedom infringements and inspire action. The ultimate goal of the Academic Freedom Index is to expand the global conversation on science and scholarship in a way that reflects the importance of academic freedom. Visit our websites where you can check out the data, spread the word, learn about recommendations for putting the index into action, and find case studies and guidelines for your own research. And learn more about scholars at risk. Thank you.
Scholars at Risk is iemand, ik weet niet, ik denk dat er zullen wetenschappers denk ik ook in de zaal zitten of studenten. Echt een hele belangrijke organisatie. Ik moet even kijken of dit goed gaat. Nee. Ogenblik. Kijk even of dit helpt. Zo te zien. We gaan kijken. Ik heb gewoon eens bekeken, de KNW doet dat ook, wie zijn nou, dat is het slotje van mijn toespraak, wie zijn nou de grote spelers? En ik denk dat het er drie zijn. De overheid, die zijn belangrijk voor wat academische vrijheid is en wat we ermee moeten en wat we er niet mee moeten. De academische gemeenschap zelf en bestuurders van universiteiten. Eerst was de rol van de overheid, gepaste afstand. En ik denk dat dat ook iets is wat we in Nederland, heb ik de afgelopen jaren niet gezien, dat onze minister, onze Tweede Kamer zich toch echt met de output van ons onderzoek bemoeit. Wat je wel ziet is dat door financiering van bepaalde projecten, als je zou zeggen, alle geld gaat naar corona, ja, dan kun je natuurlijk je afvragen, wat blijft dan over voor geschiedenisonderzoek of voor onderzoek naar het slavernijverleden. Dus er is een relatie natuurlijk, maar dit is er een van de overheid in Nederland op gepaste afstand waar het gaat om de academische output en het beleid. Dat hebben we denk ik goed georganiseerd. Ook organisatorisch. Dus wij gaan over ons eigen geld en hoe we dat besteden, welke gebouwen we neerzetten. We gaan over de benoeming, de ontslag, ik heb het net al gezegd. En de overheid heeft natuurlijk eigen verantwoordelijkheden. Dus bijvoorbeeld vragen over collegegeld, de hoogte daarvan, maar ook over of er voldoende diversiteit is onder de studenten. Dat zijn reële vragen die de overheid kan stellen en waar wij ook wel wat mee moeten. En de overheid kan natuurlijk opdrachtgever zijn van onderzoek. En dan is ze ook op een bepaalde manier tot ons gerelateerd. Maar over het algemeen moet je zeggen, de overheid op afstand. Met een verantwoordelijkheid voor de sector van onderwijs en onderzoek. Maar op afstand, zeker waar het gaat om de inhoud, de academische inhoud en ons beleid. De rol van de bestuurder, ja, de rol die ik zelf had en die je leiden nu Annetje Otto en Hester Bijl hebben en decanen. Ook daar, en ik blijf het maar zeggen, afstand houden van de academische inhoud. Ik merk dat ik elke keer weer als rector in dat onderzoek van wetenschappers gezogen werd. En dan zei ik, niets is erger dan dat ik een soort scheidsrechter ga worden over wat kwaliteit is, wat inhoud is, wat goede inhoud is, wat niet goede inhoud. Daar moeten jullie in het debat uitkomen en met elkaar uitkomen. In je zorgen eventueel over wetenschappelijk onderzoek, maar bespreek dat met elkaar, debatteer dat met elkaar. Daar hebben we tijdschriften voor. Dat is de cultuur die wij in onze samenleving en in onze universiteiten hebben. Dus bestuurders moeten afstand houden van de academische inhoud. En natuurlijk, het is niet zo dat je niks kan doen. We hebben een verantwoordelijkheid voor het hooghouden van de kernwaarden van onze universiteit. Nou, dat is bijvoorbeeld die academische vrijheid, de institutionele autonomie. Maar ook kwaliteit, diversiteit, integriteit, sociale veiligheid, strategie, zwaartepunten vormen. Dus het is zeker niet zo dat universiteiten, dat bestuurders van de universiteiten alleen maar achterover zitten. Maar waar het gaat om de inhoud van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, houd afstand, bemoei je daar niet mee. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, maar wie dan? Ja, en dat is mijn voortdurende pleidooi altijd geweest. Dat moet die academische gemeenschap zelf doen. En die moeten dan eens met elkaar daarover gaan praten. De universiteit, zeggen we heel vaak en heel warm, is meer een gemeenschap dan een organisatie. Ja, we zijn natuurlijk ook een organisatie met 32.000 studenten en 7.000 medewerkers. Maar we zijn toch het meest trots op het feit dat we een gemeenschap zijn. En een gemeenschap die leeft van diversiteit van opvattingen en van mensen. Want dat helpt ons verder. Schoolvorming, allemaal hetzelfde denken, allemaal dezelfde politieke achtergrond, allemaal dezelfde ideeën. Dat helpt wetenschap en het onderwijs niet verder. Dus diversiteit van opvattingen, diversiteit van mensen. En het is in het Engels geformuleerd omdat het zo prachtig, ook kort en krachtig, the new, the provocative, the disturbing and the unorthodox. Daar gaat het om. Dus het zijn ook soms dingen, uitkomsten, type onderzoek, die gewoon heel, misschien heel schurend, heel lastig zijn. Maar daar moeten we voor openstaan. Als we dat niet meer doen, de geschiedenis van de wetenschap laat het zien, van Galileo, als een van de eerste,
dan komen we niet verder met ons wetenschappelijk onderzoek. Dus we moeten die diversiteit van opvattingen van mensen, en we moeten openstaan voor onorthodoxe ideeën, disturbing ideeën, provocatieve en hele nieuwe dingen. En dat geldt ook voor onze subsidieverleners. Dat was destijds ook wel een zorg van enkele Kamerleden, alweer een aantal jaren geleden. Kom je er met een heel onorthodox, disturbing, provocative onderzoek wel bij NWO er doorheen? Krijg je wel je onderzoekssubsidie? Ja, ik zou hopen, als kwaliteit heeft natuurlijk, maar ik zou hopen dat dat kan. En dat zou ook moeten. En ja, dat kan schuren. En dat is soms ingewikkeld en daar moet je dan als bestuurder soms wat mee. En in ieder geval als academische gemeenschap. Maar dit is steeds mijn pleidooi geweest. Je kunt het niet overlaten aan de overheid en je mag het ook niet overlaten aan het bestuur van je universiteit. Jullie moeten het zelf doen. Dat is cruciaal. Ja, en wat staat ons dan te doen? Dat gesprek. En het wordt steeds spannender en misschien ook wel interessanter. Hier op deze campus studeert, ik zei het net al, de helft van de studenten is internationaal. Die komen dus uit al die culturen, komen ze hier en die gaan elkaar ineens in die collegezaal tegenkomen. De Chinees tegenover de Amerikaan. En de Indiër en de Canadees of de Zuid-Amerikaan, die allemaal hun eigen ideeën hebben over omgangsvormen, over hun culturen, over wat belangrijk is, wat heilig is misschien voor ze. Ja, daar moet je het dus over hebben. Daar kun je ook niet een kookboek voor maken. Daar moet je het dus met elkaar over hebben en ook met je studenten. En misschien wel zo vroeg mogelijk in de studie, niet ergens in je masteropleiding, maar vroeg beginnen. Het maakt het juist zo interessant, ook dat global curriculum, waarvan ik denk, hoe mooi zou het zijn als ons dat een beetje zou lukken. Maar dan heb je dat gesprek ontzettend nodig. Zorg voor helder beleid. Wat ik de afgelopen jaren heb gezien, is dat colleges van bestuur vaak werden overvallen door een spreker. En dan gingen ze in paniek, gingen ze zeggen, die mag niet en die mag wel. Ik heb zelf gezien, en dat is mijn volgende, je kan beter een keer te vaak ja zeggen dan nee. Universiteiten en hogescholen die gedonder aan de knikker hebben gehad rondom welkome, tussen aanhalingssprekers, die kregen vaak meer gedoe van iemand niet uitnodigen dan iemand wel uitnodigen. Laat maar komen, als dat debat maar gevoerd wordt, hè, als het maar open is, als iedereen maar uitgenodigd wordt om mee te kunnen doen aan dat debat. Pas op met safe spaces en trigger warnings. Dat is iets wat uit de Verenigde Staten en uit Engeland erg komt. Dus studenten van tevoren waarschuwen als er lastige onderdelen in het curriculum aankomen. Plaatsen misschien ook waar ze juist worden afgesloten van onorthodoxe of nieuwe of provocatieve standpunten. Ik ben er zelf, maar dat is een beetje ook mijn eigen ervaring, wees daar voorzichtig mee, want dat botst ook weer met dat idee van het moet juist open, we moeten het er met elkaar over hebben. Dus safe spaces worden nu genoemd in Amerikaanse universiteiten, dat er een bepaalde plek is waar je vrij bent van het onorthodoxe provocatieve. Ik denk dat dat voor een academische wereld niet goed is en dat waarschuwingen ook in het curriculum in het algemeen ook niet goed zijn. Dat betekent niet dat je er niet soms over moet nadenken. Er is op dit moment, ik ben jurist, dus op dit moment in Amerikaanse law schools is er een hele discussie, in ieder geval een aantal Amerikaanse law schools, over de vraag, hoe ga je nou om in het strafrecht, als je dat doseert, met seksueel misbruik en verkrachting? Studenten die dat hebben meegemaakt en die zomaar hals over kop in een curriculum met zo'n wetsbepaling of wetsbepalingen worden geconfronteerd. In sommige law schools is een discussie, dat moet uit het curriculum. Nou, ja, ik zou denken, dat lijkt me ingewikkeld. Zeker met het wetboek van strafrechten, want dan ben je zo nog maar niet klaar. Betekent wel dat je, dat is mijn tenzij ook, dat je soms misschien ook wel studenten daarin kunt meenemen. Dat je je ook kunt afvragen, wat betekent zo'n heftige bepaling voor studenten? En wat zou het effect op hen kunnen zijn? Dus ik, trigger warnings, wees er voorzichtig mee. Maar je kan toch in sommige vakgebieden, vind ik het nog niet zo gek dat je, zeker in de classroom, in de collegezaal, dat je het er met je studenten vroegtijdig over hebt. Heel belangrijk ook, voorkom misbruik. Ik zei hiervoor liever ja, een keertje ja dan nee.
Wat ik weet van bijvoorbeeld de Universiteit van Cambridge, daar hadden ze het probleem dat antivaxxers probeerden zich dan een plek in zo'n universiteit te krijgen. En die gingen onder het zegel van de Universiteit van Cambridge, gingen ze hun verhaal houden. De bedoeling was helemaal niet om daar een open debat te voeren en daar is de wetenschap verder. Nee, dat was een manier om hun boodschap enige extra wetenschappelijke legitimiteit te geven. Daar moet je voor oppassen. Daar moet je denk ik voor oppassen. Dan word je eenvoudigweg misbruikt als academische gemeenschap, als academische instelling, als dat gebeurt. En dat heet no platforming. Dus pas op dat mensen jou niet misbruik maken van je reputatie als zorgvuldige en goede universiteit om hun boodschap over te brengen. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe verhoudt dan die onwelkome sprekers en zo'n no-platform, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? En er zijn dus universiteiten in de Verenigde Staten die zeggen, ja, dan moet zo'n groep of zo'n onwelkome spreker of een groep van sprekers, die moet dan maar ergens buiten de universiteit gaan zitten. Ik vond hem wel een interessante observatie van een Britse filosoof, Anthony Garton Ash, en die zei, misschien moet je nog wel bij die onwelkome sprekers, en nogmaals, dat is tussen aanhalingstekens, maar misschien moet je dan nog wel zeggen, ze zijn nog wel welkom, maar niet overal in je universiteit. Dus je zou misschien kunnen zeggen, is zijn idee, dat in je groot auditorium, waar nu vandaag ook die toespraak, het levering gaat toespraken, een soort heilige grond. Daar moet je echt de wetenschap hebben staan en daar moet je ook zeker van zijn van de integriteit en van de kwaliteit. Maar wat er nou precies op Minerva gebeurt, ja, bij ons is dat natuurlijk een aparte stichting, een aparte organisatie, of bij Catena, maar in Amerikaanse universiteiten staat dat allemaal op dezelfde campus. Ja, misschien moet je daarvan zeggen, nou ja, ga hun gang maar en laten ze een debat maar voeren. Daarvoor zijn ze studenten, daarvoor zijn ze jong en laten ze maar kijken hoe ver ze komen. Dus deze Garton Ash, die zegt, misschien moet je ook wel onderscheid maken naar, ook een beetje naar de plaats van je, maar dat zou een interessant debat zijn, de plaats van waar je dan dat debat zou willen voeren. En tenslotte, ja, dit is, we hebben net dat zorgelijke filmpje gezien over die academische index, die vrijheidsindex, en wat er op het ogenblik gebeurt in landen als we hebben ze voorbij zien komen, Turkije was heel, heel duidelijk, maar ook Rusland, China, Egypte, Soedan, echt serieuze zorgen. Zou je nou niet kunnen zeggen dat je in die academische, die re-rankings, die world rankings, waar al die universiteiten en al die landen super trots zijn, dus al die landen willen allemaal zo hoog mogelijk in die rankings. Dat zijn de Times Higher Education en de Leiden-ranking en de Arbu-ranking. Zou je nou niet kunnen zeggen, neem nou ook die academische vrijheid-index daarin op. Dus dat betekent dan dus ook dat een land dat zich te weinig gelegen laat liggen aan die academische vrijheid, dus ook zakt op die rankings. Want dat doet pijn. Misschien niet genoeg, maar dat doet wel een beetje pijn voor een land als alle universiteiten 10% of 15% of 20% zouden zakken. Dus dat vind ik nog wel een interessant iets om te debatteren, of we niet academische vrijheid als een indicator ook van kwaliteit zouden moeten doen in dit soort rankings. Dit was mijn verhaal en dit is het plaatje uit het begin van de 17e eeuw. U herkent het misschien nog wel, het benoemingenbeleid van Leiden was toen Arminius benoemen tegen Gomarus in. De predestinatieleer was natuurlijk het voorwerp van geschil. Dat liep een beetje uit de hand zoals we hier zien, dus op enig moment moesten er zelfs schuttingen. Het lijkt alsof de gebouwen zelfs tegen elkaar zijn gekomen, maar dit is een plaatje uit Leiden en daar ging het er hard aan toe. Dat benoemingenbeleid in Leiden was bewust gericht op laat de bliksem maar inslaan, laat het debat maar voeren. Zorg voor een bliksemgeleider, dus zorg er ook voor dat hier ging het misschien iets te hard. Zorg dat het ook weg kan, de bliksem de grond in kan slaan. Maar ik zou heel erg hopen dat we er als academische gemeenschap, en Leiden heeft daar misschien ook wel een bijzondere verantwoordelijkheid in, dat wij dit kunnen voorkomen. De wapens hier, de muren hier, de huizen die tegenover elkaar staan, die staan natuurlijk nog netjes, maar u begrijpt mijn bedoeling. Ik zou heel erg hopen dat we hier ver van weg blijven en dat die academische vrijheid hier eigenlijk dat platform wordt voor het onorthodoxe en het disturbende. Ik dank u vriendelijk. Professor Stokkel, hartelijk dank. Het is ook verkwikkend om een keer nog een applaus te horen, want ja, zo vaak... Wanneer hoor je dat nog? Ja, dat is toch wel heel, heel, heel fijn en heel menselijk.
We hebben, net als bij de vorige spreekster, tijd voor vragen en opmerkingen van uw kant. We houden het, zoals ik zei, on topic. We kijken voorwaarts. We gaan niet al te zeer terug naar dossiers uit het verleden. Dat zeg ik erbij, want het heeft een achtergrond. Dus wie kan ik wat dat betreft... Nana Salim. Nana. Nana was vorig jaar de studentspreker, dus even voor uw beeld. Dat is waarom ik Nana ken. Goedenavond. Mag ik ook... Ja, ik zie je. Ja, ik ga even naar je toe. Ja. Sorry. Goedenavond. Bedankt voor uw interessante lezing. Ik vond het erg interessant wat u zei over de hele woke cultuur die we op dit moment hebben. Ik heb een bachelor en master hier aan de Universiteit Leiden gedaan. Ik doe nu een master aan de UvA in Amsterdam. Wat ik merk is dat ik doe nu een studie Midden-Oosten studies. En dat eigenlijk die woke cultuur ons op een bepaalde manier ook juist inperkt. Omdat we juist zo bewust zijn van onze positie. En dat we dus eigenlijk daardoor op een bepaalde manier onszelf beperkt voelen om iets te kunnen zeggen over het Midden-Oosten. Want wie zijn wij als Nederlanders om iets te kunnen zeggen over het Midden-Oosten? Ja. Dus ik vroeg me af wat, hoe u daar naar kijkt. Hoe dus ook die hele woke ontwikkeling ook op een bepaalde manier dat open debat beperkt. Ja, nou ja, dit is een heel erg goede vraag. En dit, kijk, dat woke gaat ook wel sterk over mensen die in achterstandpositie staan of historisch hebben gestaan. In jouw vraag gaat het ook wel een beetje, wat ik net ook zei, dat wij ook wel allemaal denken vanuit het Westen, dat wij ook allemaal opvattingen en ideeën kunnen hebben over andere landen. Dat hebben we natuurlijk heel lang zo gedaan. Dat we ons af en toe ook eens even afvragen, maar met welk recht en op welke basis praten we nou in zo'n opleiding waar jij het ook hebt over het Midden-Oosten. Dat is eigenlijk wel heel erg goed. Weet je, ik herinner me nog wel toen ik net rector werd, toen had ik het over het Westen en het Oosten. En toen zeiden in mijn geesteswetenschappenfaculteit, zeiden Karel, dat zeggen wij niet meer. Wij hadden tot voor 10, 15 jaar geleden hadden wij een centrum voor de studieën van het niet-Westen hadden we. En toen zei iemand tegen mij, dat gebruiken wij niet meer. En waarom doen we dat niet meer? Omdat het Westen is een westers concept. Wat bedoel je nou precies met het Westen? Wat bedoel je met het Oosten? We hebben het nu ook vaak over de Global South. Nou, misschien dat dat op enig moment ook wel weer een begrip wordt waarvan we zeggen, ja, is dat ook wel wat we zouden moeten gebruiken? Dus dat je je concepten, dat je daarover over nadenkt, ik denk dat dat heel, heel goed is. En daarom is het ook zo belangrijk dat dit soort opleidingen, ik denk dat die voor jou ook internationaal waren, dat ook opleidingen zijn waarin internationaal docenten en studenten, internationale ook lesgeven. Ook het concept van mensenrechten, ja, wij noemen het allemaal universele waarden, maar dat wordt door de wereld door heel wat landen wordt dat nog echt kwestieus bevonden of dat zo is. Ja, ik vind het, net zoals ik academische vrijheid, maar ik heb net laten zien, we zijn toch maar een uitzonderingetje in de wereld. Dus hier zou ik ook zeggen, laat je niet te gauw beperken, dus wees niet al te bang en zorg. Dat is volgens mij ook wat ik uit de Amerikaanse literatuur en ervaringen erg heb geleerd. Die hebben het dan over de intimacy van de classroom. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Daar moet de ruimte zijn aan elkaar gegeven ook worden om dat gesprek over mensenrechten, over de universele werking daarvan, over de rol van religie, hier al die teksten gaan erover, om dat met elkaar te bespreken. En ik denk dat het dan zou moeten kunnen. Kijk, het zijn ook gesprekken die aan de universiteit en in die intimacy van de classroom, maar die we op enig moment ook wereldwijd zullen moeten voeren. Dus in die zin hebben we natuurlijk ook wel jullie die we opleiden. Ja, over 30, 40, 50 jaar ben jij nog actief. Dan zul jij dit soort kennis en dit soort ervaringen ook in wat jij in de wereld verder gaat doen moeten toepassen. Dus het is cruciaal opnieuw dat we het erover hebben. En ik zou denken, die intimacy of the classroom, die zou heel erg moeten helpen. Maar ik zie je twijfelen. Nee, ik ben het absoluut met u eens. Het is alleen dat ik heel erg merk in mijn eigen lessen dat ja, mensen zijn gewoon bang op een bepaalde manier om iets te zeggen. Ja. Want stel je voor, het komt respectloos over of ja, iets. Dat merk ik heel erg, dat dat wel een verschil is met een paar jaar geleden hoe dat nu is.
Ja, en ik denk dat je daar gelijk in hebt. En daar hebben ook een aantal rectoren de afgelopen tijd ook wel op gewezen. Kijk, als we natuurlijk allemaal op eieren gaan lopen, moet ik nou slaaf of tot slaaf gemaakt, moet ik nou wit of blank zeggen? Nou, we kunnen een heleboel woorden. En als we op eieren gaan lopen, dan kunnen we ook meer niet, dan kunnen we dat gesprek en dat debat ook bijna niet voeren. Dus daarom is het ook zo belangrijk om dit onderwerp, wat voor taal gebruik ik, hoe kan ik, jij respect voor mijn cultuur, ik voor jouw cultuur, dat je dat ook vroeg in je studie, je zou bijna denken, in de eerste 2 of 3 weken van je opleiding, zou je daar eigenlijk over moeten praten. De hele wereld komt hier samen in deze collegezaal. Hè? Dus dat is echt, ja, ik noemde net dat weefsel rond de hele globe, de hele aardbol van al die studenten die allemaal. Maar dat is ook zo en dat gebeurt hier in deze zaal. Dus het is niet gek dat die mensen aan elkaar moeten wennen en dat je voorzichtig moet zijn. Maar op het moment dat je bang wordt om woorden te gebruiken, dat je je verspreekt, dan is het niet goed. En ja, en ik zou zeggen, dan is het aan de docent om daar, ja, in te grijpen is een groot woord, maar om dat te agenderen en met elkaar over te praten. Ja, dus als ik het goed begrijp, is het diversiteit en inclusiviteit, die komen elkaar dus in de arena van de vrijheid van meningsuiting op een hele specifieke manier tegen. En soms schuren ze gigantisch, zeker. Dus wij noemen het altijd als diversiteit en inclusiviteit in één adem, en het kan soms enorm botsen. Er is een vraag op het scherm, die zou je misschien kunnen lezen. Intussen vraag ik om te kijken of dat iets is wat je zou willen beantwoorden. Oh, ik moet naar het scherm lopen, wat wil je? Nou, als je zou willen kijken of dat een vraag is die jij zou willen beantwoorden, dan ga Wat vindt u van de polemiek in die 2 hoogleraren aan de rechtenfaculteit zijn gestart? Ja, nu gaat het meteen al over mijn club, daar ga ik niet veel over zeggen, maar ik lees verder. Professor Voermans bepleit aangifte tegen Baudet in verband met zijn vergelijking van Joden in de oorlog met ongevaccineerden nu. Professor Cliteur begint een tirade over de hypocrisie van linkse partijen die daarover klagen en gaan tribunalen op. En over de tribunale opmerking gaan zij hun academische vrijheden niet ver te buiten. Ja, dit vind ik lastig, omdat het gaat over mijn eigen oude faculteit, maar ik denk dat ik wel de goede dingen heb gezegd en de algemene dingen heb gezegd. Ik vind dit soort debatten, aangifte lijkt mij niet de weg, en in ieder geval niet binnen de academie. Ik zou hier dus zeggen, heb het er met elkaar over, en hoe moeilijk het ook is. En jij zei het er net ook in jouw klas, het is gewoon soms ontzettend moeilijk, maar we moeten het erover hebben. Mevrouw Vooraan, u had een vraag, geloof ik, hè? Nog, Victor. Ja, de microfoon is onderweg. Ja, die vraag borduurt hier een beetje op voort. Want hoe, er wordt aangeschuurd tegen de grenzen van vrijheid. De voorzitter van de Tweede Kamer worstelt daarmee. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het bestuur van de universiteit Leiden hiermee gaat worstelen, die gemeenschap verandert. Er komen mensen tegenover elkaar te staan. Hoe moet je nou acteren daarop? Ja, dat is dit plaatje. Daarom is het nog fijn dat het nog staat hier. Ja, ik zou dus hopen dat dit gaat gebeuren. Dus ik zou denken dat je als universiteit, als docent, als bestuurder, als Willem Ottespeer noemde dat, laat de bliksem inslaan, maar zorg wel dat hij ook wel ergens weg kan. En dat kan in een gemeenschap, denk ik, een academische gemeenschap, een intellectuele gemeenschap, kan dat alleen door met elkaar daarover te spreken. En dan denk ik, aangifte doen of klachten of vertrouwenspersonen helpen dan natuurlijk niet. Maar je ziet dat onze maatschappij nu aan het slijten is, hè? Ja. En dat is zo zonde dat dit nu gebeurt. En hoe kan je dat nou gaan voorkomen, denk je? Opnieuw door. Ik heb op een gegeven moment ook wel zitten denken, dit is ook een soort parallel ook met het voetbal. Als je zag wat voetbal, gewoon spelers op het veld, hoe die zich gedroegen, dat sloeg over naar het publiek. Dus toen zijn voetballers ook armbanden gaan dragen met respect erop. Ik hoop erg dat dat niet op onze toga straks hoeft geplaatst te worden. Maar ik denk dat wij wel aan de universiteit, en dat zijn de wetenschappers, de docenten en de studenten, ik denk dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Als het ons niet meer lukt, hier in deze collegezaal, met al die culturen en al die opvattingen en al die ideeën, als het ons niet meer lukt, hoe kunnen we dan verwachten van de samenleving en van de grotere wereld dat het gaat lukken? Dus de enige oplossing is, naar mijn gevoel, heb het er met elkaar over en voorkom dit.
Wie? Victor, juist achter jou is iemand met een vraag. U gaf juist aan van, we zijn als universiteit zijn we uit onze ivoren toren en meer in de samenleving gekomen. Maar wat vindt u dan nu de rol van de journalistiek ook, als je het hebt over academische vrijheid en alles wat hier besproken wordt? Hoe zorgen we ervoor dat dat in de samenleving komt? En dat inderdaad, als u zegt steeds, we moeten het met elkaar over hebben, maar hoe hebben we het er... Ja, in die zin, wat is de rol van de journalistiek hierin, hoe ze dit dan ook in de samenleving brengen? Nou, ik vind, als je nou kijkt naar het coronadebat, ja, op een gegeven moment word je doodmoe van al die virologen en epidemiologen, maar als je toch kijkt hoe ze dat doen, en de wetenschappers, maar ik vind ook, de naam viel er net, Wim Voermans, hoe die ook, wanneer er weer een vraagstuk rond de parlementaire democratie weer speelt, hoe hij zich meldt en bereid is om 's avonds weer naar Jinek of naar een van de andere programma's te gaan om daar te spreken. Ja, ik vind dat vrij indrukwekkend hoe ze dat er ook allemaal nog weer bij doen. Dus dit hoort ook bij die universiteit die midden in de samenleving staat. Dus dat zijn de universiteiten die zich ook, ja, die ook de wetenschappers die ook in gesprek gaan met de samenleving. Dat hoeft niet iedereen te doen, de een is er beter in dan de ander. Ja, Wim Voermans is iemand die dat, denk ik, verschrikkelijk goed kan doen. En die moet zich natuurlijk voortdurend ook afvragen, wat is mijn expertise en wanneer treed ik buiten mijn expertise en op welk moment moet ik daar misschien iets over zeggen. Maar ik ben super trots dat ze dat doen. En zo Marion Koopmans en Diederik Gommers enige tijd geleden ook daar een prijs voor kregen. Juist die outreach via de media naar het publiek. Ja, dat geeft wel aan dat universiteiten dit heel belangrijk vinden. Maar ja, je krijgt ook boodschappen terug. En dat merken al deze mensen. Ja, die merken de volgende ochtend in hun mail en op Twitter zien ze hoe de samenleving over ze denkt. Dat is de prijs die ze wel betalen. Eén persoon achter de vraagsteller van daarnet heeft een vraag. Ja. Ik had ook een vraag gerelateerd aan de rol van de wetenschap naar de samenleving toe. In de zin van dat er heel veel onderzoek tegenwoordig geprogrammeerd wordt en thematisch wordt aanbesteed. Ik werk bij Zonnewee voor de geneeskunde of de gezondheidszorgonderzoek. Hoe staat u tegenover dat meer gebonden onderzoek, tegenover de academische vrijheid van de nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek? En hoe ziet u dat die ontwikkelingen, want de samenleving vraagt om een bepaalde soort onderzoek, ja, terwijl u zegt, nee, we moeten academische vrijheid hebben. Zeker, ja. Nee, dit is een heel erg goede vraag en dat is wat minder zichtbaar misschien dan die woke-discussie, maar dit is natuurlijk overheden sturen, ook voor een belangrijk deel, ons onderzoek door aan bepaald onderzoek wel geld te geven en dus aan anders onderzoek niet. Mijn universiteit, en dat geldt ook voor het huidige college van bestuur en de decanen, hebben altijd heel erg gehamerd op dat nieuwsgierigheidsgedreven. De Amerikanen en Engelsen noemen het blue sky onderzoek. Daar is Leiden traditioneel heel goed in. Dat zie je aan al die Spinoza's en al die Stevin-prijzen die ze voortdurend ieder jaar maar weer winnen. Daar zijn we gewoon heel erg goed in. En wij zien die ontwikkeling, zien we van steeds meer gestuurd onderzoek. Hier heb je geld, maar daar moet wel dit mee gedaan worden of dat. Als een grote zorg. En u werkt bij Zonnewee. Ja, ik weet dat er heel wat universiteiten zijn die geen enkele promovendus meer kunnen betalen uit de eerste geldstroom, dus uit de lump sum voor de universiteit, maar die al hun promovendi dus uit dat tweede en derde geldstroomonderzoek. Nou, voor een deel is dat ook vrij onderzoek, dus dat is mooi. Maar voor een heel belangrijk deel is dat niet zo. En ja, ik denk het mooie zou zijn als universiteiten ook voldoende geld over hebben om ook die onorthodoxe en die ingewikkelde onderwerpen ook aan te pakken. En ook jonge onderzoek. Ik heb zelf destijds gekozen voor mijn onderzoek medische aansprakelijkheid. Er was in Nederland nog bijna niks over. Maar ik zag in Duitsland en in Amerika was het thema aan de universitaire law schools. En in Nederland was er niks van. Ik ben er zelf mee begonnen. Dat kon omdat ik toen nog uit die eerste geldstroom werd betaald. Nu zou het wel heel ingewikkeld zijn. Dus ik ben het met u eens. En die vraag geldt met name ook voor een universiteit als Leiden, die juist zo'n traditie op dat ongebonden onderzoek heeft. Ja.
Ik denk dat het elkaar niet uitsluit, maar dat je, dat ook, hoop je ook innovatief onderzoek kan hebben als het vragen uit de maatschappij gaat oplossen. Nee, ik zeg niet dat het niet innovatief is, hè, maar uw vraag ging over de grote de onderwerpen die door de overheid worden aangedragen met geld erbij. En dus ook onderwerpen waar de overheid geen geld voor over heeft. En dan is dus de vraag, blijft daar nog wat van over of niet? En dat is een zorg die we aan alle universiteiten in Nederland hebben. Dank u wel. Het is niet mijn gewoonte om over geld te praten, maar ik kan mij ook herinneren dat er ook wel eens actie is gevoerd als het gaat om de financiering van individuele onderzoekers. Want in de aanstelling krijgt een universiteit eigenlijk bijna geen geld meer voor het onderzoekgedeelte. Heb ik dat goed? En is dat een punt waar eventueel dan academische vrijheid ook in de knel zou kunnen komen? Zeker, dat is een goed punt. Dus het aantal studenten in Nederland, ik geloof dat er nu, even uit mijn hoofd gezegd, 350.000 zijn. Dus het aantal studenten is enorm toegenomen. We krijgen wel geld voor het onderwijsstuk, maar niet voor het onderzoek wat daarbij hoort. En je wilt aan die academie nou juist die verwevenheid van onderwijs en onderzoek wil je hebben. Dus dit is een van de grote zorgen. En u weet misschien, de universiteiten hebben, dat hebben externe bureaus, PwC heeft dat uitgerekend, ongeveer 1 tot 1,5 miljard erbij om dat te repareren. En dat kun je, en als je dat niet repareert, dan wordt die allereerste, die boodschap helemaal aan het begin die ik heb gezegd, wat moet u nou meenemen dat universiteiten met hun onderwijs en onderzoek cruciaal zijn voor de wereld en voor een betere en veiligere en gezondere wereld. En dan is dit ook een onderwerp. Als wij uitsluitend geld krijgen voor onderwijs, dan loopt het op enig moment loopt het vast. En wij zijn vreselijk, als Nederlandse universiteit, ik heb net iets gezegd, maar die index, daar staat Nederland ergens in de top 10. Dus die vrijheid is nog steeds enorm. Maar ik denk voor Nederland is met name die financieringskant, dat is de grote zorg waar universiteiten mee worstelen. Dank. Nog een laatste vraag misschien van die Maarten de Klerk, helemaal op links. Daar zit mede-comité-lid. Ja. Heel in het begin liet u zich ontvallen, dat vond ik treffend. U zei dat u de term bolwerk misschien per ongeluk iets te defensief vond. Maar ja, zitten we misschien niet bij uitstek in dat defensief? Zitten we niet in het verdomhoekje? Ik weet niet of het aan mij ligt of aan u ligt. Maar Is het niet 5 voor 12 en wordt het niet juist heel erg de bedoeling dat de rijen meer gesloten worden en dat we ons verweren tegen het misbruik wat op de loer ligt van onze platforming? Met andere woorden, bent u er gerust op of denkt u toch, ziet u er toch met zorg naar de toekomst? Nou, ik ben super, eerlijk gezegd super optimistisch van aard. Dus ik denk 1575, ja, ze werden de universiteit soms. Maar we staan al zo lang in 1088, daar ben ik mee begonnen. Dus universiteiten hebben een geweldige geschiedenis. En iedere keer hebben ze zich weer opgericht en zijn we verder gegaan. En ik liet net ook zien het vertrouwen wat de samenleving nog in wat wij doen, in ons onderwijs, is enorm. Nog hoger dan de rechterlijke macht. Dus ik heb er vertrouwen in dat goed gaat en goed blijft gaan. En er zijn zorgen, en het schuurt af en toe, ja, dat is ook zo. En daarvan heb ik gezegd, daarom moeten we het er met elkaar over hebben. En daarom ben ik ook zo blij, ook Jaap, ook met dit, dat ik uitgenodigd ben over dit onderwerp. Want ik denk dat er weinig belangrijker onderwerpen zijn op dit moment dan academische vrijheid. Dames en heren, mag ik nogmaals een applaus voor professor Stokker. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Ik ga weer even hier staan, want we zijn toegekomen aan de afsluiting van deze avond. We gaan straks offline, maar dan wil ik vragen of u nog even wilt blijven zitten, want dan gaan we de sprekers nog even bedanken als u dat goed vindt. De term voetbal viel eventjes. Dat herinnerde mij aan een anekdote. Een anekdote die ik van een oude heer die ik een paar jaar geleden heb geholpen met zijn huis opruimen. Een Leids alumnus die nog Cleveringa als hoogleraar had gehad.
en college had gehad van Grevinga en ook dus tentamen bij hem moest doen. En dat gebeurde ook nog wel eens thuis en dat gebeurde ook nog wel eens op zaterdag. Maar deze alumnus voetbalde. En dat deed hij vrij goed. Dus hij zat in een reeks van belangrijke wedstrijden. En net toen hij tentamen moest doen bij Kleveringa, moest hij ook een belangrijke voetbalwedstrijd spelen. Dus met het lood in zijn schoenen ging hij naar Kleveringa toe. Zo vertelde deze man mij. En Kleveringa zei, nou dat is goed, dan doen we het wel op een andere datum. En de wedstrijd was geweest. En de nieuwe tentamenmogelijkheid bood zich aan en daar toog de jonge student naar Kleveringa en het eerste wat hij vroeg was, en heb je gewonnen? Dat kon een bevestigend antwoord zijn. En toen zei Kleveringa, oh, dan is het goed, dan is het niet voor niks geweest. Ik dacht, ik deel deze anekdote met u, want ik vond het zelf bijzonder als je toch afstand hebt tot zo'n figuur, dat je in het dagelijks leven iemand tegenkomt die uit eigen woorden kan vertellen een petite histoire. Dames en heren, sprekers, ik kom dadelijk bij u terug. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Mensen thuis ook, hartelijk dank. Er is vandaag geen borrel. Ik hoop dat u thuis nog een borrel neemt. We hopen u volgend jaar weer te zien. Denkt u ook nog even aan het filmpje van het LUF. En denkt u natuurlijk nog eventjes aan uw alma mater. Wanneer het u in het komende jaar uitkomt. Dank u nogmaals hartelijk en we gaan zo meteen offline. Dank u wel.